Welkom naar Devil Plays Games, een leuke kanaal met een twist. Je kan van alles zien op mijn kanaal. Ik zou het leuk vinden als je naar mij kijkt. What's up YouTube, Gina hier van Devil Plays Games. Welkom naar een nieuwe review en dit keer is het van de Energy Hell. Ja. Aparte naam, waarschijnlijk nieuw. Althans, voor ons is het nieuw. Dus ik ben benieuwd. Nou, er zitten vitamine B, 3, 5, 6 en 12 in. Het is een Redcurrant grapefruit. Zero sugar held. Zo ziet dat blikje dit dus dan uit, als jullie kunnen zien. Hoe noem je het? Held? Held, sorry. Wat zitten twee L in? Hel, gewoon. Nou, de hel! Oh ja. Ik zou niet gaan zeggen wat vies is. Grapefruit. Ja. Staat er ook bij, maar grapefruit. Nou, dan, die is goedgekeurd. Dan hebben we hier de strawberry. Daarbij sugarfree van Hel. We gaan naar Hel. Zo erg, man. Je hebt echt lekker die blikjes. Nou, dan hebben we de sugarfree gehad. Twee met suiker. En dit is Nova. Ja, Nova. Nova van Hel. Die is sterk, zeg. Die is wel lekker, maar het is wel sterk. Ja, het is Cherry Beam. Nova Cherry Beam. Nou, die is goedgekeurd. Nou, weer de normale. Oftewel de OG. De klassie. De classic. Is dat nog iets bijzonders op? Nee. Nee. It gives you power like hell. Leuk slogan. Geef me power, flik het maar alleen naar de hel. Vind ik het meer. Ja, dat is gewone energie. Ik zou wel zeggen, tot nu toe zei ze alleen dat ik weet, mijn ding, of haar ding ook, van de Jumbo. Ja. Zijn ze te koop. Maar ja, toch blijf wel bij de Monster. Nee, maar ik bedoel, als je echt naar de... Kijk, wij zijn ook van de basic merken proberen. Ja. Zoals je nou de vorige review hebt gezien van de ijskoffie. Was niet te nassen. Ik lust niet, maar die vond het ook niet te nassen. Nee. Dat hebben we met energy ook. We zijn de goedkope energy van de supermarkt hebben we geprobeerd. Een paar al. En dit is dan ook zo'n variant. Is ook niet zo duur. Maar ja, met water blijven drinken, jongens. Ja. Nou, want energy is alsnog niet goed. Al is het Monster. Al is het Red Bull. Al is het Blue Bastard. Al is het Bullet. Of whatever, weet je al. Het blijft natuurlijk slecht. En daarmee wil ik ook wel zeggen van... kan je er niet tegen bijvoorbeeld en je krijgt dan ineens iets met je hart te maken omdat het natuurlijk harder gaat kloppen of het doet pijn of wat dan ook en zo. Kap dan met energy natuurlijk. Net als natuurlijk Mountain Dew zeg ik gewoon van let op wat je doet met energy. Maakt niet uit welke merk, nee. Of het nou suikervrij is of met suiker of wat dan ook. Energy is energy. Met of zonder suiker zit er nog steeds, sorry dat ik het grof zeg, in op z'n Rotterdams, maar teringzooi erin. Dus, als je toch dorst hebt of wat dan ook, kies dan alsjeblieft water of vitaminewater of water gewoon normaal of thee. Dan een Red Bull, een Hel, een Monster of wat dan ook, zeg maar. Dan eigenlijk in principe, Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Reageer een reactie wat jullie voor energy lekker vinden. Wat jullie favoriet is. Maar nou, jullie Monster. Weten van ons Monster en Red Bull. Maar we lusten het allebei ook andersom. Ja. En dan zeggen we ook niet dat vies is. Maar we hebben alleen een voorkeur. Ja. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.